is vandaag 2 april 2018, tweede paasdag. Wij zijn onderweg naar Landal Rabbit Hill. Ze hebben hier maximaal 100 plaatsen met een maximale lengte van 12 meter. Even kijken of ze hier nog een plekje hebben voor mensen. Ja, ik denk dat de meesten nu wel naar huis gaan. Dat er wel plek vrij is voor ons, dus. Maar dat zien we zo wel. Ja, maar we zijn hier eerder geweest, hè? Toen was hier wat te doen. Ja, we hebben gefilmd, het was hartstikke mooi weer. Zonde was dat. Toen was hier van het evenement, allemaal tenten en feesten en weet ik wat. Dus er was geen plek voor ons. Maar ik denk dat er nou wel plek zou zijn. Nou, want hier staan al heel veel caravans klaar om naar huis te gaan. Ja. Waarom staan ze hier dan, hè? Je zou zeggen, nou, rij daar door. Voor de huisjes, denk ik. Er zijn ook huisjes hier, kijk maar. En dus zou je ook kunnen huren. Misschien ook wel geparkeerd om het bos in te wandelen. Oh, ik ook, ja. Platte grond meegekregen en dan kunnen we kiezen tussen of die plekken daar zijn we nou, of helemaal naar achteren en dan gaan ze daar nog plek. Als je nou afvraagt wat is dat voor geluid, ik ben geen scheetjes aan het laten ofzo. Kijk, voor varken, er is hier van alles te doen. Een dierentuin zeg maar ook allemaal spelletjes voor kinderen, ja, tweede paasdag hè. Daar staan dan wat campers, dus daar moeten we even kijken. Dus een van die nummers was nog vrij. We hebben een plekje uitgekozen. Kijk, we kunnen daar staan, bovenop, dat is nummer 60, maar dan sta je naast die camper. Maar we kunnen ook hier staan, moet je kijken, wat een mooie grote plek. Dat is nummer 61. Midden in het bos. Gia ziet nog wat. Wat zie je nou, ja? Nou, ik dacht even kijken of hier ook nog een paaltje staat, dat dit ook nog een plek is. Maar het is gewoon één plek. Eén plek, ja. Mooie tent. Dan kun je de boom in klimmen. Dan is er nog een kabelbaan. Kleine en grote kennis van alles te doen. Kijk eens. Klein campertje, de pick-up truck. Restaurant erbij natuurlijk. Café Bistro staat erop. Nou, gaan we even zoeken. We hebben al de goede weg, want daar heb je die ene die er voor staat. Voor mij moet ik daar omheen. Ja. Dat lijkt me het makkelijkste om erop te komen. Varken.
Maar behalve Jan Klaver, hè? Die is niet iets langer dan wij. Ja. Nou, hier links hebben we plekje al. Ja. Kijk, dan moeten we hier de bocht zien te krijgen. Of ik ga rechtdoor en naar achterwaarts daarin. Kan ook, hè? Ja. Nee, die bocht krijgen we ook. En daar voor ons staat ook een camper. En je hebt zo te zien, heb je hier wel satelliet ontvangst. Ze hebben de schotel omhoog. Maar ze vroegen ons of wij dus televisieaansluiting wou doen. Dat kan je hier dus ook bij krijgen. Ja. En campercontact staat 18 euro. Ook dat ja. Hè? Ja. 18 euro. En wij moesten ook betalen? Nou, ik zal het even laten zien, als ze het kunnen zien. 29. Ik kan het niet zo gauw vinden. Dus ik heb het een beetje warm nu. 29 euro voor een... 28,98 euro. Oh. Voor één. Oh, wij zeiden we gaan niet bij de camper staan, want dan heeft hij geen uitzicht meer en dan gaat hij net weg. Ja. Oh, mooi kort dak. Maar goed. Wij staan. We hebben dan geluk dat we dus nou een beetje dankzij jullie. Een beetje geld op het bankpasje hebben. Nee, ik heb een apart bankpasje voor YouTube geld. En geld wat we krijgen als je wat bij bol.com koopt. Dus die dagen dat we nou weg zijn geweest met de Pasen, die hebben we daarvan betaald. Of als je in de webshop koopt. Ja, dat gaat daar ook op. Dat gaat er ook in, ja. En Patreon geld gaat er ook in. Geld gaat er ook in. Dus nou, wij gaan even stroom aansluiten. Vogeltjes hoor. Kijk, daar hebben we een watertappunt. En voor de liefhebbers, daar nog een speelweide. Waar zijn voetballers heen. Daar zie je nog een knaapje, ook bij een watertappunt. Dus het zit overal wel dichtbij. Maar dan gaan we straks eerst even het toiletgebouw opzoeken. Voor mij staat daar voor ons. Moet eens kijken hoeveel ruimte we hebben. De achterkant ook. En hiervoor, hier zou nog wel een camper kunnen staan. Zo grote plek is dit. Zie, en daar ook. Als je dat dan vergelijkt met dat plekje bijvoorbeeld, stijgt hier zo'n huisje aan. Maar deze staat ook wel redelijk vrij. Dus het zijn eigenlijk wel grote plekken. Het is wel duur. Op duur, kost veel geld. Het zijn eigenlijk wel grote plekken. Maar wij gaan even op zoek naar het toiletgebouw. Kijk, als je daar kijkt, helemaal in de verte daar. Oh, daar. Daar zie je ons staan, hè? Jukkie. En hier heb je het toiletgebouw. Dus ik schat een 100 tot 150 meter. Niet echt dichtbij. En hier kun je een chemisch toilet liggen. Dan gaan we er even omheen. Naar de punt. Dan sta ik hier in de doucheruimte. Allemaal wasbakjes. Warm en koud water. En dan heb je hier 4 douches. En zoals je ziet, geen meer automaat. Zo knap, hè? Die je iedere keer in moet drukken. Dus de douche zit bij de prijs in. Een lage urinoir en een wat hoger. En hier een toilet. 6 stuks. Hier 2 en daar 4. En allemaal netjes. Even de aanwas te doen. Hier heb je een familiedouche. Je hebt een dubbele douchekop met een toilet en een wasbakje. Hier een douche, kijk, voor de kinderen. Mooi gemaakt allemaal. Daar voor de hele kleintjes en hier voor de hele kleintjes. Eentje voor de restafval, plastic blik en drinkpakken, papier.
en glas. En daar hebben we een plekje voor het grijs water. Hier zit ook nog een kraan, maar er zit geen slang meer bij. Dat kan best zijn dat ze die even hebben afgesloten voor de winter. En om even te zien hoe dichtbij dat dus bij het toiletgebouw zit, daar is. Nou wordt er gezegd dat de honden niet welkom zijn hier. Gea had ook zoiets gelezen over een recensie. Een recensie, ja, bij campercontact. Maar daar lopen mensen, ja, ik ben net te laat nou, maar die lopen daar met een klein Jack Russeltje. En oh ja, daar in de verte, kijk, daar loopt ook iemand met een hond. En je hebt natuurlijk tussen zakjes hier, dat is niet voor niets. Dus het kan best zijn dat een gedeelte, dat je daar niet met een hond mag komen. Maar vlakbij ons, waar wij staan, staat ook een tent en die mensen hebben ook een hond. Dus volgens mij mag je hier gewoon een hond hebben. Dus er werd ons bij de receptie ook gevraagd of wij ook huisdieren mee hadden. Of een hond of kat hadden. Nou, we gaan nog even een ontdekkingstocht. Allemaal huisjes hier. Die je kunt huren. Ja, en van die. En safari tenten heb je hier. Ja, van alles. De kust en de keur. Zullen we eens even kijken? Wat hieronder zit. Ja, vuilnisbakje. En daar. Zie je dat? Daar heb je ook vuilnisbakjes. Ja. Richting de uitgang weer. Nou, hebben we gezien dat hier ook een winkel was. Dus we gaan eens even kijken. Gea wil wel graag een grapefruit. Kijken of ze dat daar hebben. Nou, we hebben de winkel gevonden. Parkshop heet dat. Daily Fresh. Elke dag fresh. Elke dag vers. En lekker makkelijk. Gaan we eens even kijken naar binnen. Nou, voor een winkel. Op zo'n park, zeg maar, vakantiepark, of noem je dit. Hoe kunnen we dit noemen? Bungalowpark, camping, CQ, camperplaats. Vind ik dat assortiment echt behoorlijk groot is. Het is een winkel, nou, je kunt echt bijna van alles te komen. Alleen de grapefruit, wat Gea wou hebben, ligt er waarschijnlijk niet. Maar kijk naar hoe klein hoekje groente en fruit dit maar is. Het is echt gewoon belachelijk. Maar de rest, hè, voor mensen die zeg maar gewoon nou ja, alles eten. Is er van alles te koop. Discount legt ook geen grapefruit, dus. Nou, en heb je hier buiten ook nog wat artikeltjes. Kijk, hier kun je het ook al aan zien, hè, dat de honden dus wel zijn toegestaan. 300 parkeerplaatsjes. Kun je even zien wat de wasmachine en de droger kost. Om die te gebruiken. En dan heb je weer. Nou, die wasmachines lijken wel gewoon normale trommels. Ik weet niet of het echt heel groot is. Maar die droger, moet je eens kijken. Dat zijn echt wel grote trommels. Plus, je hebt hier ook nog een strijkplank. Die komt me bekend voor. Die hebben we gisteren nog gezien. Precies dezelfde. Ja, in het plaatsje waar we gisteren waren. Daar heb je ook nog weer vuilnisbakken. Daar is de ingang. Ja, 100 toiletten, zeg je, rechtsaf. En dan zit hier de wasseret. Zie je dat? Mooi dichtbij. En ook een tennisbaan is hier aanwezig. Als je afvraagt waarom heet dat hier Rabbit Hill. Zie je daar? Dit is dus de Rabbit Hill. Mag je niet voeren? Nee, je mag het niet voeren. Maar wel aaien. Gea heeft een potje gevonden. Ja, kijk. Vrij wandelen. Ja, vrij wandelen op wegen en paden. Dus ik dacht dat het helemaal door een hekwerk omgeven was hier zo. En dat is natuurlijk ook wel zo, alleen er zit een potje in. Met een badje erop. Supporter van schoon. En dan kun je die kant op. Dan gaan we naar de grote weg. Ja, en dan gaan we naar de grote weg. En hier zit een pad waar je de bos in kunt. Kun je lekker wandelen. Met eventueel je hondje, want ja, wat ik al zei.
Je mag hier wel huisdieren meenemen. Na een mooi eindje te hebben gelopen, kwamen we deze boom tegen. Moet je eens kijken, dit is een soort berg of bult, heel veel, geef het maar een naam. En dat, het is net of het één boom is, zie je dat? Dan begint het een keer harder te waaien. En dan zijn we een heel eindje verderop, want wij zijn daar, helemaal daarachter zijn we begonnen. En dan komen we hier de camping weer tegen, maar dat is heel lang gestrekt hier. En daar zien we weer een poortje. Dan gaan we daar even weer doorheen. Dan zien we het achterste stuk van de camping nog even. En dit is achter op de camping. En daar zie je dus ook allemaal plaatsen, hè? Ruime plaatsen trouwens. Hoor. Overal ruime plaatsen en een heel mooi toiletgebouw. Ik ga niet naar binnen. Als jullie hier zijn, moet je dat zomaar even bekijken. Maar hier zie je dus ook weer een plek. En die mensen hebben de camping over dwars gezet. Zie je dat? Maar dan zie je dus ook, hè, hoe ruim. Ruime plekken heb je hier. Het is niet voordelig hier, maar wel mooie plekjes hier ook. Als je dat ziet, kijk, dan loopt er even een stukje op. Het begint te regenen. Ja. Plekje 264. Daar heb je stroomaansluiting en tv-aansluiting. En dit is de plek. Verboden voor honden. Zie je dat? En dat zijn dan de plekken waar wij dus ook staan. Dus het eerste gedeelte, zeg maar, van de camping. Dat is dus inderdaad verboden voor honden. Maar als je verder naar achter gaat, niet. En als je in je huisje zit, volgens mij ook niet. Maar je zit hier genoeg honden. Het is nu 6:00 in de ochtend. Ik ben hier op het toilet. Even naar het toilet geweest hier. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben heerlijk geslapen. Dat wordt allemaal vaak gezegd, hè, dat van die campings met een hoop vertier voor kinderen. Dat de kinderen dan soms nog wel eens tot laat in de avond aan het voetballen zijn en zo, en dat soort dingen. Niks gehoord. Dan moet ik zeggen, we zijn ook niet om 7:00 naar bed gegaan, maar om 8:00. Misschien dat daar aan lag. Maar het was heerlijk. Echt het aanbevelen waard. Wel aan de prijs, maar misschien als je lid bent van bepaalde, hè, zoals camperclubs of caravanclubs, dan krijg je wat korting, dat het dan wat voordelig is. Maar goed, ik ga nu naar buiten, weer terug naar ons huisje. Moet je wonen. Het wordt ook alweer een beetje licht. We zijn nu op de dag van ons vertrek. En gisteren zijn we aangekomen. Het was die hartstikke druk. Allemaal mensen, een hele hoop kinderen. En nou, weer nog maar de vogeltjes. En ik. We zijn toch even de lucht in geweest met de Phantom. Want eigenlijk zonde om dit niet te laten zien, maar moet kijken hoe ruim je hier staat. Prachtig toch? Dat is wel zo. Het is niet goedkoop, maar je hebt een ruime plek.